Hoi, ik ben Jeroen en ik ga je uitleggen hoe de terugleefbijdrage bij Pure Energie werkt en wat het voor jou betekent. Terugleefbijdrage geldt voor alle huishoudens met zonnepanelen. Maar niet iedereen levert evenveel zonne-energie terug aan het stroomnet. Om het zo eerlijk mogelijk te maken, kiezen we voor verschillende schalen met bijbehorende tarieven. We berekenen de terugleefbijdrage op basis van de hoeveelheid zonne-energie die je teruglevert aan het stroomnet. Hier zie je een fictieve schaalverdeling met tarieven. Hoe minder je teruglevert, hoe lager jouw terugleefbijdrage. De actuele schalen en tarieven vind je in de link in de beschrijving. Heb je zonnepanelen en leef je zonnestroom terug, dan staat de terugleefbijdrage in je contract. Per wanneer is afhankelijk van je contract. Heb je een lopend vast contract, dan geldt de terugleefbijdrage nog niet voor jou tot het einde van je contractperiode. Sluit je een nieuw vast contract af, dan is de terugleefbijdrage direct van kracht. Voor variabele contracten laat de verandering nog even op zich wachten. Uiterlijk 1 juli 2024 is de aanpassing ook toegepast op alle variabele contracten. Met een dynamisch contract krijg je niet te maken met deze verandering en betaal je geen terugleefbijdrage. Een bijdrage voor terugleveren dus. Maar blijven zonnepanelen nog wel rendabel dan? Het antwoord is simpel, ja. Je bespaart namelijk nog altijd op je energiekosten. De zonnestroom die je zelf opwekt en direct gebruikt, kost je niets. De salderingsregeling is nog steeds van kracht. Aan de hand van een rekenvoorbeeld laat ik zien wat de terugleefbijdrage betekent. De familie Jansen werkt jaarlijks 2800 kWh op met haar zonnepanelen. Het totale jaarverbruik is 2300 kWh. Dat komt neer op een netto teruglevering van 500 kWh. Van de 2800 kWh die de familie opwekt, verbruiken ze 800 kWh direct zelf. Voor de meter noemen we dat. Deze zonnestroom gaat niet het stroomnet op. Hiervoor geldt dus geen terugleverbijdrage. Dit is de meest duurzame en dus ook de goedkoopste energie. Van de 2800 kWh die ze jaarlijks opwekt, gaat de aftrek van haar eigen verbruik 2000 kWh daadwerkelijk het stroomnet op. Dat is dus de bruto teruglevering die bepaalt aan welke schaal de familie Jans gekoppeld wordt. Als we met deze cijfers gaan rekenen, komt het neer op het volgende. De opbrengsten voor de familie Jansen beginnen bij de besparing op haar energiekosten, mede dankzij de salderingsregeling. Dat is 2300 kWh maal 35 cent, de energieprijs inclusief energiebelasting in dit rekenvoorbeeld. Daarnaast krijgt zij een vergoeding voor de stroom die ze opwekt, maar niet zelf verbruikt. Dat is 500 kWh maal 6 cent, de terugleefvergoeding in dit rekenvoorbeeld. In totaal is dat dus 835 euro per jaar. Nu gaat daar de terugleefbijdrage af. Maandelijks is er een bijdrage van 14 euro. Op jaarbasis is de terugleefbijdrage 168 euro. Onder de streep houdt de familie Jansen dus alsnog 667 euro over dankzij haar zonnepanelen. Een mooi bedrag. Zonnepanelen maken dus niet alleen het verschil voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee. De terugleefbijdrage zorgt ervoor dat iedereen een eerlijk tarief voor schone energie heeft. Benieuwd hoe je je terugleefbijdrage zo laag mogelijk houdt? Bekijk dan deze video. Heb je na het zien van deze video nog vragen? Bel mij of een van mijn collega's. We helpen je graag verder.